De indeling in staten is heel belangrijk, bepaalt in grote mate onze perceptie van de realiteit, bepaalt ook in grote mate de manier waarop de maatschappij is georganiseerd. En we zien dat die indeling in staten in grote mate het resultaat is van historische omstandigheden. En soms zit daar enige logica in. In veel gevallen is die indeling eigenlijk vrij arbitrair. Nu, je ziet ook dat die indeling voortdurend in beweging is op wereldschaal. Sinds de jaren 70 zijn er al 50 nieuwe staten bijgekomen. Maar in West-Europa is die indeling in staten sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk vastgevroren. Is daar niets meer aan veranderd. En dat is natuurlijk niet logisch. Het is veel logischer dat die indeling in staten af en toe wordt aangepast aan wijzigende maatschappelijke omstandigheden. Er kunnen zwaarwichtige redenen zijn om die indeling in staten aan te passen, te veranderen. Als u bijvoorbeeld ziet dat de Catalanen met miljoenen op straat komen om duidelijk te maken dat ze zich niet langer thuis voelen in Spanje, dat ze een onafhankelijke staat willen vormen, ja, dan zijn er eigenlijk geen gegronde redenen om dat niet te doen. Waarom mag Portugal een aparte staat vormen en waarom mogen de Catalanen dat niet? Waarom krijgen de Catalanen niet op zijn minst de kans om daarover te stemmen, om duidelijk te maken of ze al dan niet een deel willen uitmaken van Spanje?